denk dat er geen enkele provincie is in Nederland waar we nog zoveel streekgerelateerde sieraden hebben als hier in Zeeland. En hier in Arnhem-Muiden vind je nog vrouwen die nog iedere dag de Zeeuwse klederdrachten en dus ook de Zeeuwse sieraden aantrekken. En bovendien hebben we hier in Arnhem-Muiden de Zeeuwse juwelier die nog een kenner is van deze sieraden, Piet Minderhout. Hey Piet. Hoi, hartstikke Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Huh? Leuk, het is een beetje een gekke plek om elkaar hier te ontmoeten. Nou, ik vind het bijzonder. Maar, plek, maar dat, ik heb een leuke ontmoeting geregeld met een mevrouw die dus nog hele dagen klederdracht draagt. Volk, mevrouw Pijzertje Rokby. Het is toch een tippetraven? Nee. Goeiedag, mevrouw. Ik vind het u er zo prachtig uitziet. Ja, maar het is allemaal wel erg zwart. Is er iets gebeurd ja, in de familie? Ja, we dragen elke dag rouw. Want? Want mijn schoonzuster is overleden. Het is in november gebeurd. En dat doe ik altijd. Is dat nog gewoon in Nee, dat doen ze niet meer, hoor. Nee. Ze houden de boerinnen ook niet meer naar ze min. En je kan het zien dat het halve rouw is. Ze heeft dus een doek en een beuk. Juist. Het is zwart, maar dan zitten dus grijze of witte bloemetjes in. Of stipjes, of wat het dan ook zij. Dat hoort dus bij de halve rouw. Oh. Ze draagt nu een granatenketting met een goud slot. En dat hoort dus ook bij die halve rouw. Is het nou zware rouw, dan zijn het nepkraaltjes van glas en een zilver slotje. Dan mag er geen goud aan zitten. Hoe lang doet u er nou s'morgens over om helemaal aangekleed te komen? Nou, ruim een half uur. Alleen de dracht? De dracht, ja. Helemaal en de mutsen? En de, ja. Mutsen, de bovenmussen? De bovenmussen heb ik in de week niet op. Die heb ik nooit op. Ik heb het al hekel aan, maar ja, je moet wel eens af en toe rauw dinsdag haak ik mijn bovenmuts op. Maar in de week heb ik geen bovenmuts op. En de ijzers? De gouden ijzers dan? Krullen. Krullen, de krullen? Krullen. Mijn krullen, die brakken, die heb ik minder uitgebroken. Die liggen bij jongens, die worden gepareerd. Ze brakken. Dus dan heb ik moedersen op. Moedersen ja. Was de kleintjes. Oh, dit zijn de kleintjes. Je hebt ook nog grotere. Ik heb een slagje groter. Wie het breed heeft, hè? Wie het breed heeft, dan breed dan. Ja, precies. Ja. Kijk op de foto. Juist. Er zit dus een stuk zilveren beugel. Dat zit dus in je muts. Ja. En met die beugel wordt de krullen vastgezet met spelden in de muts. Ja, ja, dus die zilveren beugel die loopt ongeveer tot van tot achter, tot bij het oor. Oh, ja, kan zien, en daar wordt die mee vastgezet in de muts. En ja, de krullen natuurlijk, dat is uiteindelijk gewoon sier. Ja. En het zijn altijd vier windingen. En in Arnhem-Muiden was het gewoon eigenlijk een beetje mode. Hoe groter de krullen, ja, hoe mooier. En ja, een mutsspeld, dat is natuurlijk ook gewoon traditie. Er hoort een speld in de muts te zitten. En in de week, zoals nu, is het er één. Maar als je zondags, en vaak ook uit de rouw, dan natuurlijk heel netjes bent, dan soms drie paar. Van voren een kleintje, in het midden een grote en van achter nog een grotere. Dus dan heb je drie paar gouden spelden. Maar dan heeft ze dus ook nog een bovenmuts op. Dan ook nog een grote bovenmuts. Ja. Maar ze heeft natuurlijk ook nog een snoer bloedkralen. Ja. En dat is dan natuurlijk voor uit de rouw. Dat is natuurlijk rood, dus dat mag nu niet gedragen worden. Een kluis vol, hè? Een kluis vol sieraden. Ja. Doei. Twee billen. Dankjewel. Waar komt nou bij jou die fascinatie voor die Zeeuwse sieraden en die Zeeuwse dracht vandaan? Dat zat er eigenlijk als kind in gebakken. Als ik mijn ouders moet geloven, ik liep als klein ventje door de winkel en alles wat klederdracht was, dat vond ik al leuk. En ja, in die tijd waren er nog veel boerinnen, er kwamen er veel in de winkel, in de familie hadden we boerinnen. En ja, ik ben er zo langzamerhand ingebakken in de winkel. Het stonk ook als een paal boven water als ik, toen ik nog kind was, ik zou ook goudsmid worden. Dus ik heb er ook onderzoek naar gedaan. Ik heb intussen ook een boek geschreven naar de oorsprong van sommige sieraden. Puur en alleen omdat me het interesseert. Ik wil er gewoon eigenlijk alles van weten. Als ik een sieraad voor me krijg, of is het er maar een gedeelte ervan, kan ik gelijk zeggen, oh, dit is van Tholen, Noord-Beveland, Schouwenduivenland. Ik weet precies welk gedeelte van Zeeland of dat sieraad is gedragen of werd gedragen. En dat is ook het leuke van de Zeeuwse drachten. Iedere dracht op iedere eiland was anders.
compleet anders. Dus het is natuurlijk ook heel leuk dat je kan zien waar iemand vandaan kwam. Dat zag je al van een kilometer afstand. Kijk, die komt, dat is een vrouw uit Aksel. En dit is een mevrouw uit Zuid-Beveland. En je kan er ook aan een sieraad aflezen ja, of degene die dat droeg dus arm of rijk was. Sommige sieraden zelfs of ze gehuurd of ongehuurd waren. Protestant en katholiek. Protestant, katholiek. Nou, je ziet ook zware rouw, halve rouw of geen rouw. Dus er is een enorme breed scala aan kenmerken wat heel interessant is. Ja, Piet, jij maakt ook van traditionele sieraden nieuwe, hè, met Zeeuwse elementen erin. Dit zijn bijvoorbeeld allemaal sieraden, hoofdzakelijk hangers, armbanden, kettingen, die dus gemaakt zijn van een Zeeuwse knop. Dat kan een Zeeuwse knop ook zijn van klanten zelf, die ze dus hebben liggen. En daar willen ze een modernere jasje omheen maken. En dat kan groot en klein, maar dan is het toch een oude element, dus de Zeeuwse knop. Maar dan compleet in een moderne vormgeving. Hier heb ik nog iets anders. Het is dus niet met een Zeeuwse knop, maar dat is dus een armband. Hier heb je een collier, je hebt ringen, oorknoppen, van alles wat ervan te maken is. Maar wat is dit nu? Dit is dus een modern sieraad. En daar is het motief in afgedrukt van de muts, de bovenmuts of de ondermuts van de vrouwen in dracht. Ik zal een stukje laten zien. Ik heb hier een stuk stof waar ondermutsen van worden gemaakt. En als we hier nu een strook van knippen en we plakken dat op een stuk zilver. En dat gaat dan heel stroef door de wals, dat figuur er goed in afgedrukt wordt. En wat hier gat is, dat wordt dan in het zilver glanzend. En de stof wordt dof. En dan kan je dus een sieraad laten maken met de muts van je oma of overgrootmoeder. En dan heb je toch iets speciaals. En het is toch eigenlijk Zeeuws. Kijk, hier hebben we de goudsmit, die is aan het werk. En ze is... dat zijn de krullen van die mevrouw waar we vanmiddag waren. Kijk, dat zijn die toch wel grote krullen. En ze zijn dus gebroken precies op een gaatje waar je het dus mee in de muts vastzet. Waar je dus de speld doorheen steekt. Je doet een speld door dat gaatje en daar steek je het mee in de muts. Maar dat is altijd het zwakste punt. En als die krul wel eens gestoten wordt of het is wel eens als ze bijvoorbeeld een deken uitslaan of een kleedje, dat het in de krul blijft hangen en dan kan die dus omknappen. En dan wordt hij dus gesoldeerd. Dat stuk wat eraan zit, dat is zilver. En nu wordt precies de overgang tussen zilver en goud wordt vastgesoldeerd. Nou, hij zit dus nu vast. Nou, wat zal ze blij zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, want ze heeft wel 6 keer gezegd, geloof ik. Dan heb ik alleen maar kleine krullen. Piet, we hebben gekeken naar Oud-Zeeland. Ja. Maar we hebben ook gekeken naar Modern-Zeeland. Vond ik wel heel interessant om te zien. Nou, maar het leuke is natuurlijk ook dat op die manier dus de Zeeuwse eigenen toch nog altijd behouden blijft. Ja, dat leeft echt voort. Ja. En ik vind het ook dat het echt waard is om voort te leven, want het zijn zulke prachtige sieraden. Ja, maar dat is ook het leuke dat we dus...